Daikin is gekend voor het vervaardigen van airconditioning toestellen. Ondertussen zijn we ook overschakeld naar heatpumps voor de heatingmarkt. We zijn 45 jaar al actief in Europa. En van hieruit bevoorraden wij Europa, Afrika, het Midden-East. In Daikin Oostende zelf vervullen wij een headquarter functie. Dat betekent dat we een soort van moederfunctie hebben naar de andere bedrijven toe. Naar productontwikkeling, naar procesontwikkeling en naar innovatieprojecten. Sinds het winnen van de Factory of the Future Award in 2017 heeft Daikin Europe niet stilgezeten en is men blijven inzetten op de diverse transformaties. Gedreven door een stijgende vraag naar koelsystemen en verwarmingsproducten kreeg het volledige productiepark een upgrade. Om onze nieuwe producten te kunnen produceren hebben wij een aantal nieuwe installaties gezet. Dat was onder andere een nieuwe warmtewisselaarlijn. Terzelfde tijd hebben wij ook onze spuitcabine aangepast. Die was vroeger maar in staat om één kleur te spuiten, maar die laat ons nu toe om diverse kleuren gecombineerd te spuiten. En tenslotte hebben wij ook een nieuwe installatie gezet voor het opschuimen van onze tanks. Het volledig isoleren van onze tanks, dat was vroeger een proces dat niet in Daikin Europe intern werd gedaan. Nu dat wij intern en ook half geautomatiseerd. Om snel een antwoord te kunnen bieden op de sterk veranderende markt werd de afgelopen 3 jaar ingezet op flexibele, zelflerende, adaptieve productiesystemen. Vandaag zal je zien dat er in onze fabriek 20-25 AGV's switchboxen naar onze productielijn brengen, warmtewisselaars rondrijden, lege karretjes heen en weer transporteren. Ook op kobots hebben we verder ingezet. Daar waren we in 2016 en 2017 gestart met een aantal eerste projecten. Maar vandaag zullen wij kobot-toepassingen in onze fabriek zien bij de assemblage van warmtewisselaars, bij het manipuleren van warmtewisselaars, bij het lektesten ervan en ook in een aantal andere processen hier en daar verspreid in onze fabriek. Data is voor Daikin cruciaal. Gegevens worden verzameld via camera's en online verstuurd naar de operatoren, zodat die bij problemen het productieproces meteen kunnen bijsturen. Als een tester in de teststand uiteindelijk een fout detecteert, kan hij via de kiosk dat gaan bijsturen en dan krijgt de operator die de fout gemaakt heeft uiteindelijk online data hoe dat hij het zou moeten wel doen. Op die manier gaan we online het verbeteringsproces gaan stimuleren in plaats van een audit te doen en te zien dat er iets verkeerd is. Cameradata bijvoorbeeld geeft dus duidelijke informatie wat waar niet in orde is, maar door die te capteren via de kiosken kunnen we doorgeven waar dat de operator moet wijzigen online.